Welkom bij deze uitzending van een Vrede Reeds Gewonnen. En deze uitzending is op zondag, maar we leven vandaag, terwijl we het opnemen, op vrijdag. En vandaag diende het. Hoger beroep in de zaak van viruswaarheid tegen de Nederlandse staat. Waarin over de rechtmatigheid van de avondklok is besloten eerder deze week. We ontkomen er maar moeilijk aan om dit moment eens te analyseren. En ik denk ook dat dat belangrijk is. En ik zou ook heel graag. Mijn respect willen uitspreken voor de juristen van viruswaarheid die dit hebben mogelijk gemaakt. Zij procederen al maanden voor Nederlanders die hun vraagtekens hebben bij het gevoerde coronabeleid. Zij procederen over de mondkapjes, zij procederen over de PCR-test. En in dit geval procedeerde zij over de avondklok. Ik hoop dat heel veel Nederlanders zich realiseren dat zij dit doen, omdat zij zich zorgen maken over de democratische rechtsstaat. En ik vind dat zij zich terecht zorgen maken over de democratische rechtsstaat. Toen de rechter aangaf dat het proces rondom de avondklok door de Tweede Kamer dat dat. Onjuist is geweest juridisch. Toen niet de rechter zien. Kijk, je kunt heel ver gaan. En wij hier in het gouvernementele Den Haag, wij steunen overwegend de maatregelen van de overheid, omdat de overheid nou eenmaal de wetten zo inbouwt dat de rechter weinig kanten op kan. In dit geval. Wist misschien de rechter wel, er zal wel een escape zijn. Maar dat is irrelevant. Wat relevant is, is het volgende. Het scheurtje in het tyrannieke beleid van de overheid tot op heden, wat de juristen van viruswaarheid zo mooi wisten te belichten, dat scheurtje, heeft iedereen kunnen zien? De procedure heeft duidelijk gemaakt dat de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag niet zomaar van stal gehaald mag worden. Er werd heel snel door de overheid gereageerd. Zo snel dat heel Nederland heeft kunnen zien dat deze overheid geen enkele tegenspraak duldt. En eigenlijk de democratische rechtsstaat alleen eert als het in zijn of haar eigen belang is. Dus de huidige regering neemt de term democratische rechtsstaat alleen in de mond als het hen uitkomt. En dat heeft heel Nederland. Kunnen zien. Eigenlijk is de juridisch-inhoudelijke discussie. over de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. en het invoeren van de avondklok. en de, de spoedwet die het hiaat juridisch probeert te repareren. eigenlijk is die discussie veel minder relevant. dan wat heel Nederland heeft kunnen zien. En ik wil dat graag als een metafoor brengen. Een metafoor die iedereen kan begrijpen. Je hebt een doorgebroken man. Een doorgebroken speler. Die op het punt staat te scoren. En terwijl die scoort, wordt hij vol getackled op zijn enkels door een woedende tegenstander. Dus de bal is al weg. Hij is eigenlijk al langs de keeper en hij hangt al in het net. En vervolgens komt er in de flank, komt er een tegenstander aanlopen en die tackelt hem vol op de enkels. Als je dat ziet bij voetbal, dan zegt de scheidsrechter rode kaart. En heel Nederland heeft die tackle op de enkels van de democratische rechtsstaat. In dit geval vertegenwoordigd in de procedure, aangespannen door viruswaarheid. Die vuile tackle, die volgde direct op de uitspraak van de rechter. En feitelijk dus direct op het moment dat de bal het net raakte. Die heeft iedereen kunnen zien. En daarmee heeft heel Nederland de wolf. Even kunnen zien, die in de schaapskleren al een jaar bezig is om de democratische rechtsstaat te saboteren, valse informatie te verspreiden, mediamacht te gebruiken. Die wolf heeft zich even laten zien. En dat beeld en dat gevoel daarbij, dat zal niemand meer vergeten. En dat zag je ook in de ogen. Van Vert Grapperhaus en Mark Je zag de woedende wolf die even zijn ware aard liet zien van onder de schaapskleren vandaan. En ik hoop van harte dat de 7 miljoen Nederlanders die nu aan het infuus hangen van de Tozo-regelingen, dat zij begrijpen dat het een woedende een woedend beest is wat hen iedere keer dat voedsel geeft. En ik hoop ook dat deze 7 miljoen mensen die in principe de neiging hadden om te denken, nee, maar de overheid heeft toch het beste met ons en onze rechten voor. Dat deze 7 miljoen mensen nu zich toch gaan afvragen, I will not bite the hand that feeds me, but what if the hand that feeds me is only feeding me so it can eat me? Dus in het Nederlands, als de hand van de overheid die nu met alle bedrijven die niet meer mogen draaien, die bedrijf, uw bedrijven zijn gesloten, hè? De belastinginkomsten van de bedrijven en de vele ondernemers die ons land kleur geven. Ik noem maar eens wederom de horeca. Maar ook de detailhandel, boekhandel Paagman bijvoorbeeld. Ik noem maar eens een willekeurige detailhandel. Die zijn allemaal gesloten. Hun personeel wordt keurig betaald en die voelen dat het overheidsgeld is wat hen in leven houdt. Iedereen weet wie zijn boterham betaalt. Iedereen weet dat de ondernemer nu niet kan draaien. Er zijn zelfs werknemers die zeggen: um, Jij krijgt 90% vergoed, dus ik kom maar 10% werken. Die zijn er, hè? Er zijn dus werknemers die tegen hun werkgever hebben durven zeggen: Ja, maar ja, die krijgt toch 90% van de staat, dus ik kom 10% werken. Schandalen. Uitzonderingen hoor. Veel mensen zeggen nog steeds: Nou, ik ga netjes aan de slag, in, want die hopen dat het weer normaal wordt. Die 7 miljoen mensen die dus keurig dat overheidsgeld nu. Al maandenlang krijgen en waar zij hun hypotheek van betalen, hun huur en hun kosten en hun boterhammen. Die moeten zich toch afvragen: welke entiteit zit er achter die voedende hand? Want dat is een entiteit die heel agressief om zich heen bijt als hij niet krijgt wat hij wil. Ik geef u een vergelijking. Diezelfde overheid in de vorm van de Belastingdienst. presteert het om jarenlang mensen. te terroriseren. met een digitale en bureaucratische werkelijkheid. in de vorm van de toeslagenaffaire. Dat duurt tien jaar. Het repareren van deze gigantische blunder duurt jaren. Daar moet een kabinet op vallen omdat het zo slecht afgehandeld is. En vervolgens kan in één dag iets geregeld worden wat hen zelf uitkomt. Dus hieruit blijkt dat de regering en de overheid lak hebben aan hun belastingbetalende burgers. En er echt zitten. Voor hun macht. Alleen maar machtsbelustigheid. Een ander moment dat dit al duidelijk was, was het moment dat uw minister-president van Nederland. Dat die zei, haha, ja, nu we demissionair zijn, hebben we eigenlijk meer macht. Dat was ook zo'n moment dat de wolf in schaapskleren zijn grijns liet zien. Dat was een hele nare grijns. En nu toevallig in de vorm van Mark Rutte, maar dat kan ook heel goed bij andere mensen zijn die hier in het Haagse denken dat zij de macht hebben. Of dat zij degene zijn die namens bepaalde corporaties de macht aan het uitoefenen zijn over weerloze burgers. Want dat zei Lucibert, alles van waarde is weerloos. En het enige wat waarde heeft, is natuurlijk voor ons als mens ons eigen menselijk leven. De tijd die ons gegeven is. De grote winst van dit moment, van deze afgelopen week, was dat die 7 miljoen mensen zien dat de hand die hen voedt niet een verzorgende hand is maar een mak houdende hand. Het is puur om de mensen kalm te houden terwijl zij geschoren worden, terwijl zij ontdaan worden van hun schapenjas, hun wol die hen warm houdt. Terwijl zij van hun rechten gestript worden, krijgen ze een klein handje met voer zodat ze rustig blijven staan. En ik hoop dat de mensen in Nederland die zo verslaafd zijn aan de overheid en aan het idee dat de overheid er is om hun rechten te waarborgen, dat deze mensen zich nu even achter de oren krabben en zeggen dat was een vuile tekkel. Op de man na het doelpunt. En ik laat het aan één ieder over om even de rol van scheidsrechter te nemen en voor zichzelf te bepalen of hij dit kabinet bestaande uit de VVD en het CDA. En ik geloof de ChristenUnie. Met hulp van D66 en GroenLinks en de SP. Of u die een rode kaart wilt geven. De situatie in Nederland is als volgt. We hebben 14.000 coronadoden zonder pathologisch-anatomische rapporten. We hebben vele tienduizenden ondernemers die hun pensioenen, hun spaargeld hebben opgesoupeerd en leningen zijn aangegaan om in leven te blijven. Hen is verteld dat zij dit doen uit solidariteit voor andere mensen. We zitten al ruim een jaar in een situatie van totale afbreuk van de democratische rechtsstaat. En dat brengt mij bij een iets abstracter punt: wat als we deze gebeurtenis van afgelopen week. Eens achter ons laten en eens kijken de toekomst in. Dan zie ik eigenlijk iets waar ik zelf van schrok toen ik het inzicht kreeg, want ik heb ooit gezegd, we hebben een nieuwe toorbekken nodig, want het huidige juridische systeem past niet bij de snelheid van de technologische werkelijkheid van de 21ste eeuw. Internetfraude gaat zo snel dat juridische procedures en politieagenten niet in staat zijn om adequaat en snel genoeg te reageren. Het antwoord daarop is een verschrikkelijk beeld: namelijk een middel wat wederom erger is dan de kwaal. Er is namelijk een nieuwe Torbekke aan het opstaan. En die heet Artificial Intelligence, gecombineerd met een social credit system. Om deze zeer complexe samenleving vorm te geven en alles en iedereen binnen de regels te houden, wordt een systeem gebouwd wat zoveel denkkracht heeft dat het de hele werkelijkheid in kaart kan brengen. Een social credit system heeft technologie nodig. Het heeft 5G internetverbindingen nodig. Het heeft het Internet of Things nodig. Wat het ook nodig heeft, is een politieke wil om dit te realiseren. En daarom bestaan er termen als The great reset en to build back better. Ik hoop dat die 2 miljoen ondernemers die Nederland rijk is zich realiseren dat het build back better gaat over hun rug. U wordt afgebroken, want to build back better dat betekent dat er eerst iets kapot gemaakt wordt. En dat is wat er aan de hand is. De Nederlandse bedrijven worden kapot gemaakt, behalve degene waarvan de overheid besloten heeft dat ze essentieel zijn. Het Nederlands overheidsapparaat krijgt keurig geld gevoed, wat bijgedrukt wordt, zodat iedereen netjes blijft stemmen op deze partijen. Wie daar aan meegewerkt heeft afgelopen week, tot mijn grote spijt, is Jort Kelder in zijn verschrikkelijke interview met Mark Rutte. Ter verdediging van hem. Hij kan het ook nooit meer goed doen. Want je kunt niet je vriend wel interviewen en het goed doen, en je kunt ook niet je vriend niet interviewen en het goed doen. Maar wat dit opleverde, was niets anders dan een reclamespotje voor de vereniging van dieven. Het Artificial Intelligence Systeem. Gecombineerd met 5G-palen, gecombineerd met complete controle over iedere inwoner van de wereld, is iets wat in amper tien jaar tijd uitgerold zal worden. Voorop staan wereldleiders als Boris Johnson, meneer Biden en Kamala Harris, de World Health Organization, het World Economic Forum, the Rockefeller Foundation et cetera et cetera het sneuvelen van individuele banken het verdwijnen van contant geld het zijn allemaal onderdelen van the great reset wat die opleveren is een dystopische wereld van total control waarop de 7 miljoen geschoren schapen misschien zullen zeggen maar ik heb toch niets te verbergen om u een idee te geven, ik zag ooit een documentaire over het reeds in China ingevoerde social credit system. En dat mensen zeiden: Maar voelt u zich niet aangetast in uw rechten? Nou, wij maken ons meer zorgen over de prijs van de sinaasappels, zeiden de Chinese inwoners. Zij zeiden: Wij zijn toch al totalitair regime gewend. En nu is het in de vorm van een computer. Nou, ik vind het wel prettig, het houdt me veilig. Kijk, er is natuurlijk heel veel voor te zeggen. Voor dat systeem van artificial intelligence met een social credit system. Geen illegaliteit meer. Misschien dat de maffia in Italië dan eindelijk is op te rollen. Misschien dat degene die uw fiets steelt, dat die hem niet meer kan stelen. Misschien dat degene die gezien worden terwijl ze inbreken bij u door al die camera's, dat die meteen gestraft worden en gepakt worden. Allemaal voordelen van dit systeem. En het is ook met een benadrukking van die voordelen dat allerlei technologische bedrijven zeggen: dit is wat we gaan doen. Het is toch goed? Dit willen we toch? We willen to wilt u dan niet criminaliteit uitbannen? Oh, oh, hoe kun je, hoe durf je niet criminaliteit? Je hebt vast iets te verbergen. En zo wordt er aan shaming gedaan. Ook op kritische denkers. En daarom is het op dit punt van belang dat ik misschien. Zeg tegen u allemaal. Het is ook het einde van de vrijheid. Het is ook het einde van de menselijke verantwoordelijkheid. En het is een poging om gedragen moraliteit te vervangen door afgedwongen controle en angst. Want alleen maar uit angst om je puntjes kwijt te raken en niet meer te mogen vliegen of niet meer met je creditcard te kunnen betalen. Dat mensen straks zich aan de regels gaan houden. En weet u waar dat toe leidt? Als je de menselijkheid onderdrukt, dat leidt uiteindelijk tot een explosie van geweld. Want hoe harder je iets onder druk zet. En hoe harder je iets onderdrukt, hoe heftiger het explodeert. Het is met zorg daarvoor dat ik probeer te zeggen, er is een alternatief, mensen. Het alternatief is gedragen moraliteit. Aanleggen op scholen. En gedragen verantwoordelijkheid nemen met elkaar voor elkaar. In een kleine community. In je straat. In je dorp. In je stad. In je provincie. In je land. Op je continent. Op de aarde. Het is alleen met collectieve verantwoordelijkheid. En de tegenhanger van dat controlesysteem wat op angst gebaseerd is, namelijk het verantwoordelijkheidssysteem wat op liefde gebaseerd is, dat wij weer kunnen leven als mensen. Ik denk dat dat uiteindelijk ook de conclusie zal zijn aan het einde van de rit. Want er zullen heel veel mensen in de valkuil lopen van de angst. Heel veel mensen zullen zeggen: ja, maar het heeft toch zoveel voordelen. Dat is omdat zij slechts in de realiteit denken en even voorbij gaan aan het feit dat zij een ziel hebben die meekijkt met alles wat er gebeurt. Het is misschien wat archaïs om te zeggen, maar God ziet alles, want God leeft in u, in uw geweten, in uw ogen. Bij alles wat we doen, kijkt God mee. En God is uw idee van het goede. En dat de ideeën daar al eeuwen over uiteenlopen, mogen duidelijk zijn. Maar wat nu als artificial intelligence voor ons gaat bepalen wat het goede is, krijgen we dan een rechtvaardige samenleving? Ik zou de mensen willen adviseren om de film Transcendence eens te kijken. Het is op dit moment nog een abstracte oplossing voor de andere mogelijkheid die we hebben om uit deze coronacrisis een andere wereld te bouwen. De wereld van de technologie. Is degene die aan ons wordt aangeboden door de machthebbers. De wereld van artificial intelligence. De wereld misschien wel van het onsterfelijke leven. Ik las er een artikel over dat in 2050 onsterfelijkheid voor het menselijk lichaam een feit zal zijn. En daarmee zou ik toch willen eindigen met de woorden van Charlie Chaplin, die zegt zolang mensen kunnen sterven zal de vrijheid nimmer ten onder gaan op het recht om te sterven proost ik met u in een vrede reeds gewonnen Bent u op zoek naar verbinding met elkaar en met ons? Steunt u ons dan met het bestellen van een vredereis gewonnen pakket?